Er zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot. Het ging toen heel hard vriezen en de kikkertjes gingen dood. Ze kwekten niet, ze kwaakten niet, het was een harde les. Ze konden niet meer zwemmen en toen waren er nog zes. Er waren toen zes kikkertjes al in een boerensloot. Een ooievaar kwam langs en toen ging er eentje dood. Het dier verdween spontaan al in het ranke vogellijf. De kikkers smaakten goed en toen waren er nog vijf. Er waren nu vijf kikkertjes al in de boerensloot. De boer die zag ze zitten en hij schoot er eentje dood. Het groene beestje spatte uit elkaar het arme dier. Dat was geen leuk gezicht en toen waren er nog vier. Er zaten dus vier kikkertjes al in die boerensloot. Ze gingen toen op pad en een auto reed ze dood. De eend die was heel lelijk en die raakte toen Marie. En Piet en Truus die treurden en toen waren er nog drie. Maar in die boerensloot een kok bedacht een variant op zijn gebakken brood. De billen waren goed verzorgd, daar kon hij wel wat mee. Het werd een goed diner en toen waren er nog twee. Waren er twee kikkertjes in deze boerensloot. Ze dachten aan het nageslacht en neukten zich half dood. Het lukte en het vrouwtje raakte zwanger. Hip, hoera! Ze baarde 100 kikkertjes, doe dat haar maar eens na.